Sinds de zomer wordt gewerkt aan de herinrichting van de Meer en Vaart. De nieuwe buslijn 69 wordt hier aangelegd en de straat wordt helemaal opgeknapt. Maar door een tegenvaller zullen de werkzaamheden nog wel even duren. Ondervindt u er ook hinder van? Ja, met alles omrijden. Het is altijd druk, vooral met de spits. Ja, je moet een beetje omlopen, omrijden en noem maar. Ja, eerst zat ik hier verderop op school en toen moest ik hier elke ochtend langs. Maar gelukkig nu niet meer, maar ze zijn nog steeds bezig inderdaad. In 2018 zijn we hier begonnen, aan deze kant van de weg, met de herprofilering. Nieuw asfalt aangelegd en vooral niet te vergeten deze nieuwe bus- en tramhalte, helemaal op hoogte. Helaas is het zo dat op dit moment de aannemer heeft aangegeven niet verder te willen met de werkzaamheden. Dat houdt in dat we in 2019 nog afmaken de trambaan die je hier naast je ziet met beton en asfalt. En volgend jaar moeten we dus met een nieuwe aannemer de andere kant van de straat en de kant van het theater opnieuw herinrichten. Eigenlijk zoals de andere kant er nu op dit moment ook uitziet. Persoonlijk vind ik het gewoon lastig, man, dat er vertraging is. Want ik merk gewoon ook als ik naar huis wil, ja, dat duurt gewoon sowieso een kwartier langer. Het is niet leuk, maar ik vind het belangrijker dat het gewoon goed gedaan wordt. Ja, het is eigenlijk een beetje een heel Amsterdam, maar ja, het wordt wel weer mooier. Dus ja, het is voordelen en nadelen. Aan de Meer en Vaart ligt ook het welbekende theater De Meervaart. In 1966 werden al de eerste plannen gemaakt voor de bouw van een vrije tijdscentrum en 11 jaar later kwam het er ook. In 1999 werd De Meervaart compleet verbouwd. Het complex heeft nu een grote zaal met 800 plaatsen en een kleinere zaal met 300 plaatsen. De programmering bestaat uit zo'n 250 muziek, cabaret, toneel en dansvoorstellingen per jaar. Heeft u wel eens een voorstelling bezocht in Theater De Meervaart? Ja, zeker. Ja, ja. Melk en Dadels een paar maanden geleden. Ja. Ja, het is altijd leuk om een theatershow te doen. We hebben nu de eerste Marokkaanse directeur ook. Die gaat voor mooie programmering zorgen ook. Ja man, allemaal nieuwe innovaties toch. Ik vind het allemaal tof. Was er begin januari nog, via mijn werkgever, was er een cabaretuitvoering. Ja, Alex is hij er. Maar tussendoor ga ik er ook naartoe. Ik vind het een prima theater. De prijsvraag van deze week is: wie runde de Meervaart in de eerste jaren? Vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in en maak kans op zo'n mooi plaatje. De winnaar mag zelf een foto kiezen uit de online beeldbank van het Stadsarchief. En de winnaar van de prijsvraag van vorige week is Bert Volkers. Van harte gefeliciteerd jongen, super trots dat je het gewoon goed hebt geraden. Hartstikke goed. Voor het autoverkeer zijn er eigenlijk geen gevolgen, het verkeer kan gewoon doorrijden. Het nadeel is nu dat bus 69 hier niet rechtdoor kan komen rijden en rijdt dus om via de Baden-Powellweg. En we hopen dat in 2020 de bus hier weer zijn eigen route kan rijden. Dit was het verkeer, tot de volgende keer. En je weet het, opletten is nooit verkeerd.